Sportpark De Bezelhorst in Doetinchem moet een ontmoetingsplaats worden voor jongeren en oudere bewoners van de omliggende wijken. Nu de gemeenteraad akkoord is met de investering van 1 miljoen euro voor de realisatie van kunstgrasvelden, is bespeler VV Doetinchem al bezig met de organisatie van een speciale Olympische Spelen voor ouderen. We gaan ons richten op het voetbal, maar ook het sociaal-maatschappelijke. Wij willen namelijk op een gegeven moment onderdeel zijn als sportvereniging. En we willen namelijk ook voor de wijkbewoners hier in de drie omliggende wijken. En ik denk als we dat NN-verhaal gaan optimaliseren, dat wij er een hele belangrijke speler gaan worden in Doetinchem-Noord. Even heel simpel gezegd, jullie willen een huiskamer worden waar je oudere wijkbewoners zeg maar de gelegenheid geeft om een kaartje te komen leggen, sociaal bezig te zijn, maar ook sportief bezig te zijn. Ja, maar natuurlijk. Kijk, het is ook voor de oude doelgroep is het natuurlijk machtig interessant om dus op een gegeven moment onderdeel te zijn van de sociaal-maatschappelijke onderneming. Een onderdeel daarvan is dat wij inderdaad voornemend zijn dat we dus op 24 en op 25 september dit jaar in de Nationale Sportweek de seniorenspelen willen gaan doen. En wat is nou leuker als je dus inderdaad in de Sportimpuls, waarin dus samenwerken met al drie verenigingen, dat is de tennispark De Sprong, Argo Atletiek, de voetbalvereniging Doetinchem en ook een nauwe samenwerking hebben met Sportservice Doetinchem, zijn wij in staat om met die partijen natuurlijk een heel mooi programma te maken en te kijken, jong, we gaan de senioren spelen doen. Een Olympische Spelen voor ouderen, zeg maar. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, want je hebt het over atletiek voor ouderen, maar die komen die nog een hekje over dan? Nou kijk, als je nou bijvoorbeeld een speerwerpen wil nabootsen, heb je tegenwoordig van hele kleine dingetjes kun je wel werpen. En je kunt ook hoeft niet te springen, maar je kunt ook stappen over een hekje, als men maar in beweging is. Als men gevoel maar krijgt, wij doen mee met. En dat maakt het zo interessant. En dat alles voor een vitale wijk? Voor een vitale wijk en ik hoop ook voor een vitaal sportpark. En daar zijn we met een x-aantal partners nu constructief in gesprek onder de voorzitterschap van Sportservice Doetinchem.